Hoi, vandaag heb ik weer de favoriet van mei en het is alweer juni, of ik weet niet wat de maand was. Juni. Oké, goed. Het is dus juni en de tijd gaat zo snel voorbij. Goed, oké, ik laat dus vandaag mijn favoriet zien. Als eerst vaseline. Vaseline helpt zoveel met schrale lippen. En kijk hoe weinig er nog uit is. Ja, het is de groene versie. Het is aloe vera. En ik vind het echt super fijn werken. Ja, het maakt mijn lippen zo zacht. I love it. Het is echt zo'n fijn product. Dan een lipstick van de Hema. En dit is nummer 02 trouwens. En dit is echt een hele mooie roze kleur. Ik heb hem nu ook op, maar hij is niet echt opvallend, weet je wel. Dus dit is ook echt een hele mooie school lipstick. En het is echt heel mooi en heel fijn. Dan nog een kwast van de Hema. Van Essence. En dit is gewoon zo'n makkelijke blush kwast. En ja, ik vind hem heel erg fijn en zo. En ja, het is echt een hele fijne kwast. En ja, en hij heeft trouwens een powder blush, maar ik gebruik hem gewoon voor blush, want daar is hij wel fijn voor, vind ik. Dus dat is echt een hele fijne favoriet. Dan de bezorging, zeg maar. Ik weet ook niet hoe dat moet noemen eigenlijk. Maar dan als eerst Anilon droog shampoo. Dit was eerst een dislike van mij en ik had het meer herontdekt. Omdat ik wist nooit hoe je dat eigenlijk moest gebruiken. Ik dacht van, oké, leuk spuiten. En ja, het ging helemaal mis en het was helemaal vettig. En ja, ik wist eigenlijk nooit hoe je dat echt moest gebruiken, zeg maar, zo'n ding, weet je wel. Dus ik had op de Beautygloss volgens mij gezien, of Beauty Lab. Toen legde zij dat uit of zo. En toen, ja, je moet dus wrijven. Oké, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar goed. En ik vind het echt een heel fijn product. En ja, het is alleen wel een beetje duur, maar in de aanbieding zijn ze echt heel erg goedkoop. En koop er zeker echt eentje. En hij is bijna op trouwens. En dit is zomerblond trouwens. Dan nog de Hema Is My Beauty for Skin Day. Volgens mij heb ik deze al laten zien in een video. Maar ik vind hem zo fijn. Dus ik dacht gewoon van, weet je, ik laat hem gewoon zien in dit filmpje. En gewoon leuk om dat te laten zien, weet je wel. Dit is een scrub cream. En dat is dus voor je gezicht. Dat is best logisch, maar oké. ja, dus zeker als je veel puistjes hebt of zo, dan is het echt heel erg goed. En deze kost echt heel goedkoop. Dit is volgens mij €2,25. En dat is echt heel goedkoop voor zo'n ding. Dus ja, en dus als laatste van de verzorging en zo. De remover pads van de Hema. Ik heb deze niet heel de maand gebruikt. Maar eigenlijk sinds een week heb ik ze echt gebruikt, zeg maar. En ik vind het echt heel erg fijn. Alleen het nadeel is dat ze de mascara niet heel goed afhalen. Dat wel. Maar als je nog wel wat zo'n ding pakt, dan is het ook gewoon eraf, zeg maar. En het is dus met een watje. En dan zit dus allemaal een remover voor je oogmake-up dan. Dus, en dan de fashion item. Dat heb ik nog nooit laten zien trouwens. Maar goed, oké, maakt niet uit. Dat is dit chinletje van de Cool Cat. En ik vind hem echt heel erg mooi. Zeker echt een tip als je een beetje stoer wilt zijn, zeg maar. En ja, ik zat even zo. Ja, het is dus zo'n chinletje. En ja, hij is dus trouwens. Ik ga hem even aan doen. Hij staat niet echt bij dit truitje wat ik nu aan heb, man. Maar maakt niet zo uit. Kijk, en dan zit dus echt heel erg mooi om het middel, zeg maar. Weet je wel? Het staat niet echt bij dit ding wat ik nu aan heb trouwens. Maar ja, je ziet echt heel mooi de gouden knopen, zeg maar. Dus ik vind dit echt een heel mooi chaletje. Dan als laatste, de app. Ik heb vorige maand, of die, toen wou ik ook al deze app doen. Maar ja, het is echt zo'n fijne app. Het heet iTube. iTube, ja. En dat is dan echt een hele fijne app. En je kan er dus muziek luisteren. En ja, het is ook zonder wifi trouwens. Het is echt als je iPhone of een telefoon hebt, dan moet je deze app echt zeker gaan downloaden. En dan wat ik nog nooit echt heb laten zien, is muziek. En welke muziek ik nou echt heel de maand heb geluisterd, is deze. Iron Man. En trouwens, dit is ook met een YouTube filmpje. Dus
Ja, dan hoort je dat. Dus die is echt heel leuk. Dan nog deze. En dit is Shakira kent Rihanna to forget you with Rihanna. Het is een lang woord, maar oké. Dat vind ik echt zo leuk nummer. Ja, het is echt zo leuk nummer. En ik luister echt heel erg veel muziek trouwens. Gewoon met oortjes, ook op straat gewoon. En ja, dit waren al mijn favorieten. En ja, het is echt heel weinig deze maand. Want normaal is het echt heel erg veel, zeg maar. Maar nu is het echt heel erg weinig. Sorry daarvoor. Maar ik hoop dat je het alsnog leuk vond om naar te kijken. Ja, weet je, abonneer gewoon op mijn kanaal. En dan ga ik misschien wel naar de 50 abonnees. En daar ben ik echt super blij mee dat ik 36 abonnees heb. En ja, dus zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik je snel. Doei!